We zijn allemaal gewoon zo hetzelfde. Emoties zijn eigenlijk bij iedereen hetzelfde. En het is fijn als je in een situatie bent waarin dat er kan zijn, gewoon mens zijn. Dus dat is mijn drijfveer altijd geweest. Van dat mensen elkaar konden vinden of dat mensen mens konden zijn. Ik haal vooral mijn energie en motivatie uit de mensen. Sowieso superleuk met jonge creatieve mensen te werken. En nu ik zelf wat minder hier aanwezig ben, merk ik dat juist de groep het gewoon overneemt. Dat ze mij niet per se meer nodig hebben. Ik ben Jan Lemmers. We zijn nu bij de wijkcoöperatie op de hoek Zomerhofstraat, Vijverhofstraat. En dat is een hele leuke ruimte waar we met ongeveer 30-40 verschillende mensen actief zijn. Makers, ontwerpers, allerlei mensen, creatieve mensen die hier een leuke werkplek hebben. Ik heb een financiële achtergrond en ik werd een HR-manager bij een financiële dienstverlener, waarmee ik met mijn leaseauto het hele land doorreisde naar collega's. Vooral om ze te motiveren nog meer geld te verdienen, het beste uit zichzelf te halen. En toen had ik echt wel de conclusie van, nou, dit is echt gewoon een bullshitbaan. Ik ben er gewoon een beetje klaar mee. Het draagt niet echt bij aan de maatschappij. En ik wilde eigenlijk het liefst iets voor mezelf doen, wat ook wat meer maatschappelijk impact zou hebben. Dus dat werd uiteindelijk dan de wijkcoöperatie. Je woont natuurlijk in een stad. Daar wonen heel veel mensen. En daar gebeurt van alles. En het gaat niet alleen om geld verdienen. Het gaat ook heel erg om in een stad samen te leven en een stad mooi te maken. En we hebben hele mooie gebouwen. Alleen het gaat uiteindelijk om die mens die daar leeft. En dat was ook wat wij eigenlijk hier deden. Iets leven met elkaar en geld verdienen met elkaar. En een voorbeeldje daarin is een bootvluchteling uit Eritrea, die ongeveer een jaartje in Nederland was, bij ons terecht kwam als vrijwilliger. In een paar jaar tijd dat hij hier bij ons was, heeft hij de taal geleerd. Heel veel geleerd hoe je in Nederland leeft. Hij heeft nu een baan, een goed betaalde baan. En elke week komt hij toch nog even langs om te kijken hoe het hier gaat. Af en toe heeft hij nog even een brief die hij niet goed begrijpt. Daar helpen we hem bij. Of we doen een telefoontje voor hem. En ja, weet je, daardoor, die jongen heeft nu zijn leven. En dat is heel fijn om dat te zien. En dat te betekenen voor andere mensen. Ik heb altijd ook wel mezelf heel veel afgevraagd van, hé, hoe kun je nu een maatschappij of een land of een stad sterk maken? En dat heeft niet te maken met alleen maar geld. Het heeft vooral te maken met aandacht aan mensen geven en mensen kansen geven zich te ontwikkelen. En daar heb je niet heel veel voor nodig. Als je dat doorhebt, hoe dat werkt, dan kun je zoveel bereiken. En dat is een beetje de boodschap die ik ook graag aan anderen wil meegeven. Pik één persoon uit, ga die aandacht geven en ga daarmee aan de gang, iemand ondersteunen. Dan, het geeft enorm veel voldoening om te zien hoe iemand groeit. En de andere kant denk ik dat we daar heel veel mee zouden kunnen bereiken, zonder dat daar miljarden aan subsidies naartoe moeten. Ja, weet je wat leuk was? We hier in Centraal Station zijn we toen toeristen gaan opwachten, net voor corona. En dan zei ja, u denkt, je kunt ons komen bekijken, natuurlijk, in de stad. Maar wij gaan eerst u bekijken, of wij u wel leuk genoeg vinden voor ons in de stad. En die werd toen verwelkomd met bellenblaas en zo, en slecht Engels. En dan vroeg of we met op de foto mochten. En dan kregen we heel leuke mensen uit Amsterdam. Nou, als dit in Amsterdam was, zou ik er ook graag mee willen doen. Je hebt van die hele mooie borden. En je hebt hier trouwens twee staan, met die pijlen naar boven. In Nederland hebben we de mooiste luchten van de wereld. Dat heeft iets met ontpoldering te maken, met water en met licht. En de gemeente Rotterdam heeft er heel goed op ingespeeld om borden te plaatsen om ons op de lucht te wijzen. Dus als je naar dat bord kijkt, zie je het blauw met die witte pijl? Ja. Dat is een wolkenhotspot. Dus moet je naar boven kijken om van de wolken te genieten. Of van de luchten. En luchtturen, dat kunnen we met z'n allen doen. En we maken vaak ook een luchtbelopera om de wolken te eer. We gaan met z'n allen daar bellen blazen. We zijn nu in de Provenierswijk, want hier loop ik vaak met bewoners van het verzorgingshuis en vrijwilligers. En ik maak onder andere gelukswandelingen. Dan heb ik een hele grote megafoon en dan loop ik een beetje te oreren wat er allemaal in de omgeving te zien is. Maar ook tegelijkertijd willen we de buurt een beetje opvrolijken met onze aanwezigheid. Het is ook
Je kan natuurlijk mensen uit het verzorghuis meenemen om te wandelen. Dat is ook heel goed, ben je buiten. Maar wat ik heel belangrijk vind is dat je contact maakt met de buurt. Dat je eigenlijk met onze aanwezigheid, we zijn een soort geluksbrigade, de buurt verrijken. Met ons aanwezig, met wie we zijn. Dat we nog zoveel te bieden hebben. We gaan dan bijvoorbeeld hartjes rondbrengen, maar je maakt heel leuk contact. Met de buurt, met de buurtbewoners. En ik denk, dat vind ik heel leuk om te doen. Dat doen we ook heel veel in deze wijk. Dus we bellen gewoon ergens aan en dan zeggen we van, we zijn op zoek naar de gelukkige local. Of u heeft de mooiste tuin van de straat, of de mooiste voordeur. Nou, u krijgt van ons 10 hartjes. En dan komt iemand naar buiten, dan heb je een leuke ontmoeting. En iemand wordt deelgenoot van het plezier. Nou, we komen een keertje langs. Ik maak wandelingen met ouderen. Ja. En neem een Michael Jackson muziek mee, speciaal voor u. Dan gaan we met z'n allen dansen. Okay. Eigenlijk zijn we een soort buitenaardse wezens en dan gaan we naar planeet Aarde, planeet Rotterdam. En dan kan je over alles verbazen. Mensen met dingen aan de oor, zwarte van die dingen. Of mensen die aan een tafeltje eten. Dan gaan we met z'n allen gaan kijken hoe ze dat doen. Mensen aan de vierkant. En ze stoppen wat naar binnen. En dan heb je heel leuk contact, want die mensen die een restaurantje die buiten zitten. Die denken, wat gebeurt daar nou? Wat zitten ze nou te kijken? Jullie zijn echt een soort gezellig centrum hier. Ja, we zijn een soort van speelruimte, ja. Vind ik het eigenlijk. Speelruimte ontdekking. Ja. Speelruimte voor volwassenen. Ik ben Eva Bes en ik woon in Rotterdam. En we zijn nu bij Stadskwekerij De Kas in Blijdorp. We willen een plek zijn, en eigenlijk zijn we ook al een plek, waarin we de biodiversiteit willen bevorderen of laten zien hoe je dat kan doen. En water, regenwater ruimte willen geven. En we willen het dat laten zien aan stadse bewoners. Ik kom oorspronkelijk uit de gezondheidszorg. Was ik diëtist en vervolgens leefstijlcoach. Daar vond ik het altijd zo mooi dat in mijn spreekuurkamer of tijdens een wandeling, dan was daar geen cultuurverschil of geen achtergrondverschil, want dat waren mensen die ik sprak. En het viel me zo op dat ieder mens gewoon dezelfde emoties heeft, om dezelfde dingen zich zorgen maakt, om dezelfde dingen wakker ligt, van dezelfde dingen geluk ervaart of opgesloten. En dat mens zijn, zeg maar, die verbinding voelen met die mens, dat vond ik altijd zo mooi. En ik merkte dat met de plantjes ook, dat makkelijker is. Omdat als je met plantjes bezig bent, of dat je dan niet dat oogcontact hoeft te hebben, maar dat je kan praten en dat je heel erg makkelijk die mens voelt. En dat is eigenlijk wat me naar het plantjeswerken heeft gebracht. En sociaal tuinieren en ondertussen die mensen ontmoeten en mensen elkaar laten ontmoeten. Het is denk ik van levensbelang voor mij. En deze plek houdt mij ook overeind of zo. Ik vind het leven moeilijk. Ja. Ik heb een vrij negatieve inborst, zou je niet zo zeggen, want ik sta de hele tijd bij te lachen. Ik ervaar ook dus echt wel heel veel plezier, maar ik ervaar ook het moeilijke. En dit helpt mij om elke dag weer door te komen. Het helpt mij om uit troosteloze, lijkt wel bruine grond of een stukje plant wat dood lijkt, weer iets nieuws zien te groeien. Dat geeft mij ook bestaansrecht, weet je. Dat geeft mij ook een doel in mijn leven. Dat ik toch kan zorgen dat met waar ik ben of wat ik doe, dat andere mensen ook iets positiefs ervaren of iets moois ervaren of iets zien. Ja.